Hey Rafael, we zijn bijna klaar. Ik wil graag nog even je billen verzorgen. Ja, daarvoor heb ik nog één washandje dat ik daarvoor ga gebruiken. Oké. Ja. Nu heb je nu geen ontlasting gemaakt. Dus nu kan ik je gewoon zo verzorgen. Soms kan het zijn dat we daar speciale doekjes voor moeten gebruiken. Om het goed los te maken of om ook nog je huid extra te beschermen. Dat hoeft nu niet. En als we dan klaar zijn, dan gaan we je verder aankleden. Ik ga eerst je billen wassen en daarna kom ik ook even tussen je billen. Dus niet schrikken, dit is net als met een normaal washandje. Alleen nu hoef ik ook hier ook geen handdoek te gebruiken. Hè? Dus dat komt goed. Ik ga daar niet hard wrijven, oké? Okay? Dus ik ga even je billen wassen. Zo. Dan draai ik hem even om. Kom ik even tussen je billen. Ja, niet schrikken. Ja. Oké. Okay. Zo, klaar. Het ding weggooien. Zo. Hey, en nu ga ik toch even nog je verder aankleden. Maar dat doen we zo meteen wel als je weer terug op je rug ligt. Dat is misschien een stukje makkelijk. Oké, kom maar weer terug op je rug liggen. Hartstikke goed. Dankjewel, Rafa. Yes, dankjewel, Marco. Er zijn speciale producten om huidproblemen te voorkomen bij het wassen van het onderlichaam en de intieme delen. Daar is in deze serie een speciaal filmpje over. Die heet Verzorgend wassen en incontinentiezorg.